Het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam heeft gisteren een tweede deel van de expositie Impuls geopend. Deze expositie maakt deel uit van het Suriname Germany Connection Brokkoponde project dat in maart van start ging. Zowel kunstenaars van Suriname als Duitsland hebben hun bijdrage geleverd aan de tentoonstelling. Vice-president Ashwin Adin woonde de opening persoonlijk bij en legde de nadruk op de geschiedenis van Kommerwijnen. En daarom is het natuurlijk tof dat Nasaat hier te zijn. Natuurlijk een vernederde, gemarginaliseerde voorouder zou je zeggen vandaag. Maar dan hier te staan met trots, als een als je zou zeggen, eerder gevriesde of vermeende, gevriesde plek. Maar dat je nog kan staan en je kan memoreren en zeg overwonnen hier kan staan. Als wij om ons heen kijken, dan merken we dat er hard gewerkt is. En de omgeving is schoon. Begaanbaar en aantrekkelijk gehouden. En vandaag zien we weer hoe aantrekkelijk het gemaakt is. Ik denk dat velen nog, ik weet niet, het is vandaag in principe bedoeld. En het wordt opengesteld voor een jaar. Dus mensen kunnen nog heel veel van de omgeving genieten. Ik denk, uw marketing gaat naar Paramaribo, heel Suriname. Laten we kijken hoeveel mensen we hier naartoe kunnen trekken. Israëlse-commissaris van Kommerwijnen, Ajay Kali, ziet deze tentoonstelling als een kans om Kommerwijnen te promoten. Voorzitter van de Federatie Beeldende Kunstenaar, George Struikenblok, praat van een goede samenwerking met de Duitsers. Het is voor mij als Israëlse-commissaris een groot genoegen om hier u te mogen toespreken, omdat dit niet een alledaagse activiteit is of een festijn is. Het is of een activiteit die gangbaar of elke dag nu langs de straat zit. Het is een bijzondere festijn, een bijzonder evenement voor het district Kommerwijnen. Dat we zeer hoog waarderen en appreciëren. We have learned a lot in the past week. It is an ideal forum for artists of both countries to work together. Presenting cultural differences and providing each other with great inspiration. In this way, we explore new ways of looking at art and try out new techniques and ideas in our work. It is also a unique cultural experience to learn about each other's tradition. Voorzitter van de Federatie van Beeldende Kunstenaars, George Struikelblok, en daarvoor is Rijkscommissaris Ajay Kali van Kommerwijnen, gisteren bij de opening van de expositie Impuls in het Openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam.